Knal hem ervoor zonder te kijken, koeienkut. Yo, ik ben Chesto en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesto. Vandaag is de allereerste vlog met mijn nieuwe camera. En ja, wat ik dus van plan ben, ik weet het nog niet zeker, dat zeg ik jullie wel vast. Maar ik ben dus van plan om dagelijks te gaan vloggen. Maar dat weet ik dus nog niet zeker. En ik weet niet of jullie dat ook willen zien. Maar als ik dagelijks ga vloggen, dan vraag ik jullie één ding om op mijn kanaal te kijken. Want om 10 uur komt er dan gewoon nog een gamevideo online. En om 2 uur komt er dan dus een dagelijkse vlog. Maar ik weet niet zeker of het dagelijks is. Ik denk dat er sowieso wel één keer in de week een vlog komt. Maar ik wil proberen dagelijks te doen. Maar ik weet niet of ik dat ga redden. Dus dat durf ik nog niet te zeggen. Maar ga sowieso uit dat daar één keer per week een vlog komt. En ja, ik ben ook benieuwd hoe jullie de kwaliteit van mijn camera vinden. Ik vind het er best wel mooi uitzien. En ja, ik ben net wakker, zoals jullie zien, staat ook mijn ding is nog aan, dus die gaan we even aanzetten. Even aanzetten. Hij is al aan, maar hij staat op standby met mijn pc. Dus dat was mijn knie. Kijk, doe ik zo. Dan gaat hij laden. Monitor aan. 3, 2, 1. Dan gaan we BenQ aan. En dan als het goed is, is hij aan. En dan dan kan ik weer mijn dingetje gaan doen. Maar wat ik dus nu even ga doen is lekker gaan douchen. Dus daarna denk ik aan een video's record. Ik weet niet zeker. Maar ik ben net wakker, zoals jullie zien. Dus mijn telefoon ligt daar ook nog illegaal naast me. Maar jullie zien wel wat ik ga doen. Dus ik ga op dit moment eventjes douchen. Zoals jullie wel zien denk ik dat ik klaar ben met douchen. Zie je ook wel mijn haar. Want mijn haar ziet er echt nooit uit als ik heb gedoucht. En kijk. Zo ziet het er nu uit met de camera. Dus veel chiller dan de telefoon denk ik. Maar dat zien we straks ook wel met de beelden overzetten natuurlijk. En daar heb ik al een beetje gedaan. Daar heb Daniel bij geholpen. Dus Daniel, super bedankt. Maar ik wil even met jullie over één ding hebben. Want jongens, de support. De laatste tijd op mijn video's is echt niet. Maar ook echt niet normaal gewoon. Steeds gewoon 50 plus likes. Zieke comments steeds. Steeds van dezelfde mensen. Dus die mensen zijn gewoon echt super tof. Ook al kom je niet vaak. Je bent ook gewoon tof. Maar die mensen zijn gewoon net iets toffer. Gewoon omdat ze heel vaak commenten. Ik ben natuurlijk ook blij met de mensen die nieuw zijn en zo. En die ook wel eens commenten. Maar sommige mensen die ken ik natuurlijk ook wel heel goed. Dus die zijn gewoon mijn vrienden. Dus dat zijn ook hele toffe gasten die commenten. Maar wat ik natuurlijk ook hetzelfde leukst vind. Is dat met het vloggen. Ik vind het leuk. En jullie vinden het leuk. Dus dat is natuurlijk twee echt hele mooie dingen. Want ja, het kan gewoon niet leuker. Twee dingen die mensen leuk vinden. Dus jullie vinden het leuk om naar mijn vlogs te kijken. En ik vind het zelf leuk om te doen. En ik vind het zelf ook nog wel leuk om gamevideo's te maken. Dus weet je, dat is gewoon echt dubbel. Maar dan ook echt dubbel plezier. Maar jongens, ik ga nog even een beetje goed afdrogen. Want ik had alleen even mijn handen schoongemaakt. En mijn buik een beetje, zodat het niet ging druppelen. Dus, en daarna ga ik nog eventjes een video renderen. En dan weet ik niet wat ik ga doen. Maar ik denk dat ik vandaag niet ga opnemen. Maar deze vlog stopt voor zaterdag. Dus hoef ik zo pas weer voor zondag video op te nemen. Dus jongens, ik ga hem even afdrogen. Ik ga heel even naar beneden lopen om te kijken wat Troy aan het doen is op dit moment. Dus laten we eventjes gaan kijken. Want hij kan er niet tegen als ik met een camera aan film. Maar ik vind het heel raar, want mijn telefoon kan hij er wel tegen namelijk. Let's go. Daar is Troy. En we gaan gelijk kijken of hij me zoomen doet. Kijk, hij zit al te kijken van what the fuck, Chester, doe je? Oh, hij schrikt weer van niets. Hey, Troy. Nou, dat was dus Troy. Wat ik dus nu ga doen is even mijn video snel renderen. Dat heb ik dan natuurlijk ook gedaan. En dan denk ik dat ik eventjes nog lekker in mijn bed ga leggen. Want ik ben nog best wel moe eigenlijk. Maar dat maakt niet uit, jongens. Ik zie jullie zo meteen. Dus die video die ik nu ga renderen is voor morgen. En dat is mijn setup video. Althans, gisteren was dat. Voor mij is vandaag donderdag. Vandaag. Dit is dus een setup video. Tot zo, jongens. Nou, de video's zijn dus gerenderd en geüpload. Dus daar hoef ik me geen zorgen meer om te maken. Dus wat ik nu ga doen is, ik ga mijn PlayStation 3 aan. Even mijn Elgato opstarten, anders heb ik geen beeld. En deze aan. Eigenlijk. Ja, hij gaat wel aan. Kijk maar. Dan moeten we even wachten tot er beeld is. Kijk maar, daar staat mijn Elgato op. Nou, ik hoor wel al geluid. Kijk, hier is mijn PlayStation scherm. Want als ik mijn Elgato niet aanzet, dan doet hij het dus niet qua, qua beeld. Omdat hij eerst een signaal moet krijgen
Vandaar dat ik dus eerst mijn data aan moet zetten en even in moet loggen. Want dat doe ik automatisch wel. Want kijk maar, hij logt hem automatisch in, zoals jullie wel zien. En dan gaan we hier een beetje met aanmelden. En dan is het 3, 2, 1. Precies op tijd. En dan start even Black Ops 2 op. Dus ik ga dit met Black Ops 2 doen. En ja, daar heb ik echt fucking veel zin in. Even kijken of ik het nu kan halen. Misschien komt Sam dadelijk ook. Ik moet nu ook nog met Sam wat opnemen. En ik ga vanavond echt iets heerlijks eten. Mijn moeder maakt zelf gemaakt patat. En als er iets lekkerder is dan dat, is er niet. Dus jongens, ik ga even lekker Black Ops 2 doen. En vanavond lekker patatje eten. Dus ik weet niet wat ik hierna ga doen. Oké, ik ben dus met Jesse aan het spelen. En ja hoor, een fucking relentless. Dat heb alleen ik weer. Maar ik ga proberen niet in drie keer te droppen. Ik ging echt door een Duitse doen op een hele rare manier. Maar we gaan die Duits op dit moment ownen. Dus jongens, hopelijk halen we die nuclear. Dus let's go! Zo, ik heb net even lekker een broodje gegeten. En ik ga weer naar boven natuurlijk weer even lekker gamen met Jesse. Als hij nog Skype is. We gaan even kijken. Maar holy shit, jongens, het broodje was lekker. Gewoon een lekker boterhammetje. Twee met, ik weet even niet hoe het heet, wat erop zat. Het was iets van, pindakaas geloof ik. Ja, pindakaas was het. En, nee, Jesse heeft opgehangen. Jammer, Jesse. Ja, maakt niet uit. Ik ga hem even terugbellen en dan gaan we nog even gamen, dus dat komt wel goed. En ik weet niet wat ik vandaag ga doen, dus ik ga nog even proberen een nuke te halen en misschien nog wel een gameplay, dus dat ga ik nu doen. Holy shit jongens, ik kijk weer even naar mijn video en dit is echt heel erg insane jongens. Echt niet normaal, hij stelt niet scherp. Kom op cameraatje, je kan het. Kom op. In ieder geval. Er staat dus 47 likes en 2 dislikes, maar die dislikes boeien niet, want het is ook gewoon een like. En jongens, het gaat echt gewoon niet normaal snel alweer met de likes. Het gaat echt niet normaal hard. Het gaat steeds sneller, er komen steeds meer likes bij en dat vind ik echt niet normaal awesome. Ik loop eventjes naar beneden omdat Jess aan het eten is op dit moment. Waardoor hij heeft uit de kal is, omdat hij anders toch niks te doen heeft. Dus ik ga ook eventjes naar beneden toe. En even uitkijken voor dit ding hier zo, want kijk. Als ik dus bleef vloggen, dan stoot ik mijn camera daar tegenaan. Maar, zoals ik natuurlijk al zei, het gaat steeds beter met mijn kanaal natuurlijk. Ik krijg nog steeds subs erbij, dus dat is natuurlijk ook heel erg amazing. En ja, het blijft gewoon super, maar ook echt super awesome. En we gaan even kijken wat het weer vandaag is. Ik heb het nog niet eens gezien. Nou, wat is jullie mening jongens? Het ziet er niet echt al te lekker uit. Dus, ja. Trotje, wat ben jij aan het doen jongen? Roy, kijk dan. Hier. Yeah. Kijk eens, Roy. Nou, Troy ligt dus de pitten daar zo. Ik weet niet of jullie het ook zien. Ik ga even kijken wat hij onder de tafel aan het doen is. Nou, de jongens, dit is Troy. We gaan even inzoomen. Wow, dit is zijn oog, jongens. Dit is zijn snuit. Zijn andere oog. Dit is echt awesome. Dit is echt awesome, jongens. Hoe mooi dat beeld gewoon nog steeds is. Maar, wat ik dus ga doen, waar ik deze camera heb gekocht. Daar mag ik dus, omdat ik deze camera heb gekocht, heb ik een pasje gekregen. En ik mag daar dus voor 25 euro, mag ik dus een canvas doek, laat me zeggen. Kijk, mijn moeder houdt van Boeddha. Ik weet niet of jullie het een beetje goed zien, dat Boeddha daar. Maar, ik mag dus met 25% korting mag ik een canvas laten drukken. Dus dat is ook canvas. En dan gaan we Troy op laten drukken. En je mag ook een poster uit laten printen. Dat is ook met 25% korting. Maar die poster ga ik voor mijn eigen logo doen. Dat is echt niet normaal sick om dat natuurlijk in je kamer te hebben hangen. En, wow, het licht is een beetje slecht hier. Zo, nu ben ik weer goed te zien. En dat ga ik dus doen. Maar, wat ik nu ga doen, is even lekker met mijn hond kroelen. En daarna nog even gamen. En waarschijnlijk gaan we vanmiddag ook even een grote ronde met hem lopen. Dus dat gaan jullie sowieso vanzelf allemaal zien. En dan stop ik met filmen en dan is je opeens super actief. Troy, je bent echt niet goed bij je hoofd, jij. Pak het aan. Ga kijken. Oh. Hij kan eigenlijk niet tegen camera's. Dat ene stukje strippen is echt haar leven, zoals het is geweest. En de keuze die ze moet maken en alle dingen die ze net over noemde. Kom dan. Dat hoofd van hem, jongens. Dat hoofd van hem. Dat hoofd van hem. Dat is echt geniaal, dat hoofdje. Hé, Troy? Ja, hoofdje is gewoon geniaal, jongens. Daarom ging ik hem nog eventjes filmen. Oké. Okay. Daarnaast mag je uiteraard ook. Oh, gaat hij weer kusje geven?
Hier, kijk de camera, kijk de camera. Kijk. We hebben heel veel over gehad met elkaar. En iedereen heeft zijn eigen gave. En iedere gave is weer... Oh. Kijk, hij kan een box geven, hè, jongens. Kijk, terug in de box. 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 Oh, nu gaat hij af. Dat doet hij ook wel. Dan snapt hij het niet helemaal. En dan gaat mijn knie lukken. Hij neemt goed, jongens. Ik ga nog even met een kroeg doen, want dat is echt niet normaal leuk. We gaan nu even naar het stadsdeelkantoor. Heet dat zo? Daar gaan we even mijn ID-kaart laten maken, want ik ga naar Spanje. What the fuck? Naar Parijs met school. Dan moet ik een ID-kaart hebben en die heb ik nog steeds niet. Dus ik ben alweer bijna 15, dus dat is eigenlijk niet normaal, hè, man? Nee. Dus als ik word aangehouden, ben ik gewoon stiekem 13. Maar ik zal je zien, daar is het stadsdeelkantoor. En dan gaan we dadelijk even kijken wat we nodig hebben. En dan nog naar de toko en dan naar de Jumbo, hè? Jongens, ik ga mijn camera weg doen, anders word ik daar... Mag je niet. Nee? Nee. Oké, tot zo. Het ziet er allemaal zo goed uit, maar ik lust het niet. Ja, moet je gewoon eens een keer gaan proeven. Nou, dit is dus dan wel weer iets wat ik lust. Ik heb s'avonds geproefd, hè, man? Ja, wat nou, hè, man? Nou, je moet steeds lachen, jij, als vlog. Hoezo is dat? Vind je het raar? Nee, hoor. Ja, nee, ze vindt het doodnormaal, denk ik. Maar wat we dus gaan doen nu, is even de autosleutels halen. En dan naar Jumbo. Zie je Katje, man? Ja, misschien wel. Ja, maar ja. Het is er? Er zit dat bij allebei. Wat? Plakband of iets. Plakband? Waar het boven ligt. Nee, ik zie het niet hoor. Maar dat kan wel weer aan mij liggen. Dus omdat ik zit toch gewoon te kijken naar boven. Ben ik nou gek? Lopen. Sta ik weer op je tenen. Maar, wat gaan we doen? Even de uitsluit pakken, even mijn pc standby zetten en dan... Kindje, moet dat zo snel praten? Is dat, mag het niet wat leuk dan? En dan kunnen we gaan, jongens. Pakkaar. Tot zo. Hallo, Jumbo. Eindelijk een rustig deel in de supermarkt waar je even een keer normaal kan vloggen. En waar sta je? Bij de soep. Acht attributen. En de pasta die daar staat. En... Staat hier nog meer? Soep, rijst, bier staat daar. Echt niet normaal veel. Daar zo staat het melk. En dit is de nieuwe Jumbo bij mij in de buurt. Want we gingen normaal altijd naar andere, toch, man? Ja. En nu gingen we hierheen. En wat gaan we morgen eten? Indisch zeker. Nou, dat wil ik wel gaan beginnen, ja. Ze wil gaan beginnen aan Indisch. Daar ben je 4 uur mee bezig of zo? 5. Zo'n andere. Of leuke chili. Oh, deze ga ik altijd, als ik vlammetjes eet, krijg ik deze er altijd bij. Oké. Meenemen? Of ik denk dat je die lekker vindt. Wacht. Kijk, ik ben dus echt van de hete saus. Ja, maar die is niet heet. Nee, kijk, die goed. Andere zie je die pitten in zitten, dat is heet. Zullen we hem gewoon meenemen voor de gein? Of hebben ze geen kleinere ervan? Nou, we nemen gewoon deze mee, gewoon hardcore. Kijk jongens, deze. Deze hebben we ook altijd, hè? Ja, die. Westers, Oosters ofzo. Volgens mij wel. Maar neem maar gewoon mee, joh. Lekker. En dit is echt heilig, jongen. Kroephoek is zo lekker. Kijken. Oeps. Ik laat weer zo'n zak vallen. Dit is zo heilig, hè, jongens. Ons bijtspek. Oh, dat vind ik zo lekker. Zo. Dat hebben we ook weer gedaan. Dus waar we nu heen gaan is naar huis. En dan gaan we eerst de hond uitlaten en dan naar de Albert Heijn. Of eerst Albert Heijn en dan de hond uitlaten. Oh, copyright. Wat gaan we doen? Oh. Wat gaan we als eerst doen? Trui uitlaten. Trui uitlaten, dan is hij ook weer blij. En dan gaan we dus nog even naar de Albert Heijn. Even mijn gordel omdoen. Anders gaat dat ding piepen. En mijn moeder moet keren. Kut gordel. Jongens, ik zie jullie ook weer. Want dan gaan we even trui uitlaten. Toch, man? Yeah. Oké, we rijden. 35. Wat zei je? 35. We rijden dus voor of achter iemand die rijdt, denk ik. 20 of zo? Oh, mijn moeder gaat... Draai even een beetje door nu. Gassen, je mag hier 50. 40 rijden nu. Ik haat het. Jongens, wat ik doe in kalf, dit zijn gewoon in het verkeer. Hè? Huh? Dan mag ik op die toeter. Eén keer nog. Voor de kijkers. Man, voor, de nou, voor die 1000 mensen. Nou als we dadelijk langs gaan, oké? Het heeft de vaart in. Ja, dadelijk als we opeens te lang rijden, één keer nog kaart toeten voor die 1000 abonnees, oké? Bijna 1100 dat trouwens. Kom op. Shit. Het gaat nog steeds niet hard hoor.
Eerlijk? 35. En hoe hard mag je hier? Hoe hard mag je hier? 50 gewoon. Oh my god, dan kan je ook een keurig krijgen. Knal hem ervoor, knal hem ervoor zonder te kijken. Koeienkut. Ach man. Jongens. Dit zet je er niet op. Jawel. Oh my god. Ja, dan had je maar aan naam moeten denken. Nee, grap jongens. Ik had van mijn naam moeten denken. Goed, wat gaan we doen? Plasje! Plasje! Of hij nooit naar buiten gaat, jongens. Hè, man? Ah. Maar toch gaat hij gewoon 5 keer per dag naar buiten. Ja. Misschien soms nog wel meer als hij nodig moet. Dus, jongens. Later! Nee, dat niet. We gaan dit bakbeest even laten plassen. Hoe we nu gaan lopen is hoe ik ook vorige keer liep toen ik in het vlog was met Troy. Want dat had ik vorige keer niet gefilmd, maar hij gaat in een boom. En dan gaat hij kruipen in de boom, laten we zeggen. Althans, met zijn rug gaat hij helemaal tegen de boom aan. Waarom hij dat doet is... Mam, waarom doet hij dat, denk jij? Ja, weet ik niet. Mijn moeder denkt... Kijk, daar met de tractor langs. Mijn moeder denkt namelijk dat daar andere honden ook langs lopen, waardoor hij dat ook doet. Dus we gaan kijken of hij dat weer gaat doen. Ik ga het sowieso vastleggen voor jullie. Onze dagelijks bezigheden van Troy. Oh jee, zit glas. Nee, het is glas. Hier, ga zoeken. Nee. Nee joh, hier, zoeken. Ja, zoeken. Kijk hoe snel hij dat doet. Holy shit, mensen. Nog een keer. Daar zit hij ineens jouw kant op. Zoeken. Zoek dan. Gek beest. We zijn bijna bij het deel aangekomen waar Troy zichzelf gaat bevredigen. Spinnenweb. Zo. Hey, Troy, kom. Waar hij zichzelf niet gaat bevredigen, maar gewoon in de borst gaat duiken. En zijn hele gekke ding gaat doen, toch Troy? Hij gaat helemaal buiten adem. Maar wat ik ga doen is ook thuis ben gaan douchen, want ik zweet best wel erg. Dus even lekker frisse douche nemen. Dus, ik draai daar mijn camera om, als ze daar zijn. Ik denk nog 30 meter lopen, dus laten we kijken of hij weer zo achterlijk mongolisch mal gaat doen. Waar gaat hij, jongens? Nu dan, ga! Wat is het alweer? Was het alweer? Ja. Ja, is het alweer klaar? Is het alweer klaar? Is het alweer klaar, Troy? Nou, dat was dus wat Troy dus altijd doet als we hier langs lopen. Hij deed niet... Oh, joh. Vorige keer... Ik word ingesloten. Vorige keer toen liep ik en papa hier ook langs. Toen regende het een beetje. Toen had het net geregend, man. Toen was die boom zeikens, maar dan ook echt zeikens nat. Toen ging hij niet onder. Dus. Nee, toen ging hij er niet onder. Zo slim is hij dan nog net wel. Nou, dat hij dan als het regent, dat hij er nog niet onder gaat. Slimme jongen. Maar ik denk dat het ook nog wel komt als er een lekker teefje voor hem dan tegenaan gaat pissen of zo. Dan is hij echt helemaal van de wereld. Dus ja, jongens. We lopen even naar huis en dan ga ik natuurlijk wat ik net al zei douchen. En dan zie ik wel wat ik ga doen. Dan denk ik wel even kijken hoe ik deze video ga editen. Dan nog een paar stukjes aan elkaar plakken om te kijken hoe dat eruit gaat zien. En dan checken jullie dadelijk wel weer. Nee, blauwe duimpje nog. Zeg, wacht, zeg. Hoeveel duimpjes moeten we krijgen, denk je? Als je wel eens kijkt naar mijn video's, hoeveel duimpjes heb ik dan? Gelijk een test om te kijken of ze mijn video's kijkt. Ik wil 70 blauwe duimpjes. 70? Jongens, als het lukt, dan wat gaan we dan doen, man? Lopen we nog een rondje met de hond? Dan lopen we nog. Nee, jongens. Ik vraag altijd om 40 likes, omdat ik dan dan 50 joh. Nee, maar ik weet... Aan het overdrijven. Nee, ik weet dat 40 likes is gewoon altijd te halen door jullie, gewoon wat fucking awesome is. En laatst tijd op de vlogs hebben we gewoon 80 plus likes. Die ene heeft bijna 100, dan moet ik er nog 1 like voor waarschijnlijk. Dus misschien redden 70. Dus als we 70 likes redden, dan is deze meid hier heel erg blij. Toch? Ja. 70 likes? Heel blij. Of 40 likes. We gaan kijken wat we kunnen gaan halen. Ik denk... Heel blij. Hoe hard je dan met Nina? 135 geloof ik. Ja. Maar ja, Nina is lekker hè. Zo. Ja, dat zegt iedereen. Dus, jongens. Laten we hier maar even ophouden. Oude wijf. Anders gaat het niet goed.
Ik zat dus net even gewoon op mijn pc en ik zat even te krabbelen aan mijn teen. Want er zat al een korstje op. Maar ik dacht dus van, het is een korstje op, dus ik kan het er wel afkrabbelen. Maar kijk wat er dus is gebeurd, jongens. Stel scherp. Stel nou weer scherp. Misschien moet ik iets meer naar het licht toe. Kom op, je kan het. Jullie zien het denk ik wel al. Het staat niet heel erg scherp. Nu wel. Nee, nog niet. Maar het is mijn wondje die is weer een beetje open gegaan. En holy shit jongens, het jeukt nou nog meer dan dat het eerst deed. Dus ik moet er nou echt vanaf blijven, anders gaat het niet goed komen. Holy shit, ik denk dat ik even een pleister op ga doen. Want ja, het jeukt niet normaal hard. Het is echt fucking irritant. Nu ga ik met Tim proberen goede scores op Black Ops 2 neer te zetten. Jullie hier ook zien, zit ik te Skype met deze bad boy. Hij zegt miep. En we gaan natuurlijk gewoon proberen zieke, maar ook echt zieke scores neer te gaan zetten. Dus, we hopen dat het goed gaat doen. En Tim flipt hem een beetje. Ik weet niet wat hij aan het doen is, maar... I don't know. Jongens, laten we proberen die nuclear te halen, want vanmiddag is het ook niet gelukt. En als het nu wel lukt, dan krijg ik een koekje van jullie, oké? Ik heb net even een ijsje gehaald en wat ik dus nu nog ga doen, even snel. Dus even snel een YouTube video kijken. Is mijn pc aangezet? Ja, daar gaat hij. En daarna ga ik de hond uitlaten en dan ga ik alweer deze vlog editen voor jullie. En dan ga ik hem echt wezenlijk proberen te editen voor jullie. Dus, gaan we die video kijken en daarna mijn hond uitlaten. En dan lopen we weer buiten voor het laatste deel van de vlog met deze gekke boy. Want iemand, ik weet even niet meer zijn naam, maar die vindt jou grappig. Oh, maak lekker mee. Zeg eens je grap, noem eens je beste grap. Huh? Zeg eens je beste grap. Beste grap die je op dit moment uit je mouw kan schudden. Wat krijg je als je troon rijdt? Vieze handen! Ja. Nou jongens, dat is dus mijn vaders humor, toch pa? Ja, laag niveau. Laag niveau, ja. Wat voor als je beroeps, als je kader, MAVO, HAVO? Ik heb op gymnasium gezeten. Zo, ja man. Jij wel. Ja, de brandweer heb me eraf gehaald. Oh ja, die ken ik al, die grap. Jij bent echt dood grappig, jongen. Doe eens die ene vent na. Welke? Die Fishmania of zo. Het stoof. Ja? Nou jongens, dat is dus mijn vader in het dagelijks leven, maar... Super bedankt voor het kijken naar de allereerste vlog met mijn nieuwe camera. Nogmaals, elke dag om 10 uur een gamevideo. En om 2 uur 's middags een vlog natuurlijk. Dus, bedankt voor het kijken naar deze vlog. Laat je blauw duimpje omhoog achter, want mijn moeder al zei 70 likes moeten haalbaar zijn. En dan, bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer mensen. Laters.